De stichting Each One Teach One heeft zondag voor de vijfde keer het kinderkookcafé georganiseerd. Dit jaar was het thema koken op niveau. Bij het kinderkookcafé krijgen de kinderen les van professionals en worden ze opgeleid tot jonge koks. Deze koks in de leeftijd klasse 6 tot 17 jaar hebben een driegangenmenu klaargemaakt en verkocht. Volgens Renate Galdij van de stichting Each One Teach One wordt de jongeren aangeleerd hoe het eraan toe gaat in de keuken. En met proeven bedoel ik echt van dat ze het zelf meemaken, de druk, de volgorde hoe dingen moeten lopen. Al dat soort zaken die bij een restaurant komen kijken, dat ze dat een beetje ervaren. Naar aanleiding van de kooklessen die we hebben gehad, is dat het ene onderdeel waar we naartoe werken eigenlijk. Het kookcafé is een jaarlijks terugkerend evenement. De kinderen zijn de koks en het draait echt alleen om hun, zegt Galdé. Ze benadrukt dat waar er gewerkt wordt, er fouten worden gemaakt. We kijken daarom altijd naar verbeterpunten, zegt ze. Volgende keer zullen we het ook weer beter maken. En daar, misschien betekent dat minder dingen of minder menus op de kaart. En misschien meer theoretisch ook gaan zitten met de jongeren over het serveren. Want dat is ook een vak apart. Hoe benader je de mensen enzovoort. Maar het is niet makkelijk voor kinderen. Dus daar moet ook mee rekening gehouden worden van. Het is een ervaring. Kinderen in de keuken is niet dat ze gewend zijn en dat ze binnen een kwartier of 20 minuten gerecht weten klaar te maken. En daarom gaan we dus ook werken. Ja, dat nemen we ook mee. Tot zover Renate Galdi van de stichting Each One Teach One. Het kinderkookcafé is zondag voor de vijfde keer georganiseerd in het Waaggebouw aan de waterkant.